Je kunt het niet laten, hè? Maar ik heb je druppel gedronken. En vind je het erg als ik je niet geloof? Je stond met de fles in je hand. Maar je moet me geloven, Frederike. Ik was hier alleen maar even om alles op te doen. Je hoeft hier niet bezig te zijn. Sterker nog, ik heb je verboden om in de gastenkamer te komen. Frederike, dat is ouders hebben het hotel weer bij je nagelaten. Dat kan zo zijn. Maar je hebt duidelijk bewezen dat je er niet geschikt voor bent. Jouw drankprobleem zou het al lang de kop hebben gekost. Je bent de laatste tijd zo druk en ik dacht dat je nou was een helft. Laat het denken maar aan mij over. Dat is voor mijn hotel. Ons hotel? Voor ons hotel het beste jij zin. Ik heb jouw hulp niet nodig. Sterker nog, we hebben een duidelijke taakafspraak gemaakt. Heb je trouwens de vuilnisbak al buiten gezet? Ja, Frederica, precies zoals je gezegd hebt. 5 links en 3 rechts om het tafel. Kun jij nou nooit iets goed doen? Ik heb je duidelijk gezegd, 4 aan elke kant. Je weet dat ik niet tegen zo'n soort heen kan. Vooruit, ga het corrigeren. Oké, Frederica. Ik krijg wat van die man. Zo naïef. Nee, ik bedoel, laat het echt een half uurtje. Oh, dat klonk een half uurtje
maar flink ik uit de stoep vegen. Wat ben jij een lefkoot, zeg. Meneer Zand heeft een half uurtje over en denkt, kom, laat ik zo simpel kamermeisje versieren. Laat ik meneer Zand alleen heel duidelijk maken dat ik u minst geïnteresseerd ben om met hem mee te gaan. Zelfs geen 2 minuten. En die zijn opeens voorbij. Nu moet je toch eens vertellen wat er zo verkeerd is aan het feit dat een normale man met normale mannelijke behoeftes een knap meisje probeert te versieren. Knap kan ik er wel naar binnen, maar voor de rest praat je om. Oh, wat ben je er heerlijk uit. Ah, auw, Klaartje, je doet me pijn. Maar jij bent Klaartje helemaal niet. Koekiezie, Jokie, ik ben Venus en ik hou niet van water. Ik neem aan dat je bij alles hier zo goed gaat. Ja, met wie heb ik het genoeg met hem? Ik ben Arnold. Oh, maar dat verandert de zaak. Kamermeisjes mag je namelijk wel lastig vallen.
Een klein half uurtje over. Ik bedoel. Nou, eigenlijk heb ik allemaal spraak, maar een half uurtje kan ik wel bij je maken, hoor. Wat kan je nou? Nou, zoals ik al zei, ik ben schoonheid nou aan te schaffen. Als dat zo is, 150 euro, exclusief BTW. 150 euro? Ja, je zei zelf dat je schoonheid aan waarde is te schatten. En als het zo is... Dan moet jij nog 150 euro brengen. Ja, en omdat jij bent, is het deze keer inclusief de BTW. Nou, wat is het? Boter en lekker is. Nee, jonge dame, deze vis zal jij vanavond niet aan de haak slaan. Als deze jongen met zijn rijkelijk aanwezige charmes niet meer kan redden, dan houd het op. Heb je een dak? Nee, dat is het niet. Ik vroeg alleen af aan een meisje, zoals jij in de kamer van een vrouw een puf te zoeken heeft. Wat vindt jou dat aan? Hoi, ik ben je baas. En dat moet ik dan doen, hè? Dat hoeft niet, dat mag. Maar Frederik is mijn zuster en mede-eigenaar. Je meent het. Ja, waarom zou ik daar aan liegen? Allemachtig! Dus vertel deze manier maar eens wat jij hier te zoeken hebt. Ik ben de kamermeisje van mevrouw de Buff. En wat moet ik doen? Dat hoeft niet. Dat mag je. En mocht u me niet geloven, vraag hem aan de kansen vanavond. Nou, dat zal ik zeker doen. Voorlopig heb ik van die kerel niets meer te vrezen. En als mevrouw de Buff komt, is deze dame vertrokken. Ik hoop niet dat mijn gast al te lang wegblijft. Thank you.
Ben jij het? Met Otto. Je weet wat je moet doen, hè? Oh, je hebt het al gedaan. Mooi zo. Wat zeg je? Ja, vandaag moet het gaan gebeuren. Ik heb het telefoongesprek afgeluisterd. En morgen gaat ze naar de notaris om haar testament te laten aanpassen. En ik vrees dat het ten nadeel van mij zal uitpakken. Je mag absoluut niets laten merken, anders valt het helemaal in duigen. Ja, ik ook van jou. Zijn er? Ik ben zover. Van welke planeet is die afkomstig? Mevrouw de Buff, dat moet ik in het overal gaan rondlopen, niet?
bezig ben. Zo, de tweede in 10 jaar. En wat heeft je optreden als vrouw daarmee te maken? Deze verkleedpartij is noodzakelijk om inzicht te krijgen in het leven van het hoofdfiguur. Oh, en daarom parodieer jij als een overjarige tante door dit hotel. En jij laat mij in een gekkenhuis opsluiten? Dat was voor je eigen bestwil, dat weet je donders goed. Nou, jij zou daar beter op je plaats zijn geweest. Inzicht krijgen in het leven van mijn hoofdpersoon. Hoe krijgt een normaal mens zoiets verzonnen? Maar wat doe jij hier eigenlijk? En hoe wist je dat ik hier was? Ik kwam hier op heterdaagse trappen, want na al die jaren zou het me eindelijk lukken. Ja hoor, daar gaan we weer. Ik dacht dat de doktoren je voor genezen hadden verklaard. Genezen verklaard? Er was met mij helemaal niets aan de hand. Het waren geen hallucinaties. Je bedroog me aan de lopende band, zelfs op onze trouwdag. Jij had je toetje al binnen, eerder wij met het maal konden beginnen. Schat, vind je nou eens niet zo op, straks zit je weer in die crisis. Op jou dat iets kan schelen. Je ziet me het liefst weer achter die dikke muren verdwijnen. Je moest eens weten hoe ik je al die maanden gemist heb. Gemist? Wat ben jij hypocriet, zeg. Je was maar al te blij dat ik 6 maanden weg was. Ik gaf je alle gelegenheid je hobby te beoefenen. Mijn opname was noodzakelijk. Je was totaal doorgedraaid. Ja, dankzij jou. Nee, dankzij jullie dan ook zien. En als je geen professionele hulp had gehad, was je er totaal onder doorgegaan. Niks jaloezie. Je bedroog me aan de lopende wand. En dat doe je nog steeds. Dat kun je helemaal niet bewijzen. Nou, het is mijn fantasie, zeg je? Jouw fantasie, pure fantasie. Het zit gewoon tussen je oren. Nou, waar jouw probleem zit, hoef ik je niet te vertellen. Hoe vaak moet ik jullie nog uitleggen dat al die ontmoetingen met die vrouwen te maken hadden met mijn nieuwe roman? Oh. Ik heb die vrouw slechts geïnterviewd. En wat is je titel van je nieuwe roman? Interview onder een dekbed? Ja hoor, erg grappig. Heel erg grappig. Maar ondanks alles vraag ik je wel mee te werken om mijn identiteit niet te verraden. Oh, de wereld is nog niet verloren. Mijn lieve vreemdgangertje vraagt om medewerking. Nou, daar moet opgedronken worden. Ah, proost. Doe wees nou eens een keer geen spelbreker. Wie is hier de spelbreker? Welke spelbreker heeft ons huwelijk gespeeld met zijn vreemde praktijken? Ja, oké. Je krijgt dat mooie witte kleed. Dat mooie witte kleed wat je altijd graag wilde hebben. Ja, een wit lijkkleed, sorry. Dat is nou niet aardig van je. Agatha, wat stelt dit voor? Ja, Agatha, wat stelt dit voor? Wie is die vrouw? Dat is mijn vrouw. Vriendin Sonja. Och nee. Ja. Agatha, hoe kun je? Wat? Hoe kun je me dit aandoen? Even geleden zei je net gewoon verliefd dat ik hoef te schamen. En nu bedrieg je me al. En nou kan met een vrouw. Hoe kun je? Als hier iemand bedrogen wordt, dan ben ik het. Oh, Agatha, waar heb je het nu? We hadden het toch zo fijn samen. Weet je nog niet uit het park per eeuw getrouwd wordt. Maar je bedriegt me en nog wel met zijn man. Hoe kun je? Ik ben dood. Ik wist niet waar ik daar een vriendin had. Waarom heb je het gedaan? Waarom heb je je eigen kind bedrogen? Waarom heb je mij bedrogen? Dan me voor je deur praktisch omver renden. Ik heb helemaal geen kamermeisje gezien. Je
aan zou moeten denken. Zoals altijd leef je weer in je eigen fantasiewereld. Nee, meneer Otto de Boe, niks fantasie. Evenmin als al die andere keren. Net uit de kliniek en ik word opnieuw geconfronteerd met al die avontuurtjes. Ja, dokter, ik vrees dat mijn vrouw door haar jaloezie niet meer helder kan denken. Oh, dokter, kunt u nog een tijdje laten opnemen? De dokter was het direct met me eens. Ja, dat zal best, want die zag al die vette rekeningen de deur uitgaan. Oh, ik zou je wel kunnen vermoorden. Moet je niet doen, slecht voor mijn carrière. Carrière durft u nog te zeggen. Je teert al 10 jaar op mijn geld. Schat, laten we het verleden begraven en opnieuw beginnen. Niks verleden begraven. Opnieuw beginnen, ja. Maar dan wel zonder jou. En gelukkig ben ik niet afhankelijk van je. Wil je schelden? Oh nee, dat kun je vergeten. Want dat is hier gunnetje. Schat, loop nou niet zo hard van stapel. Laten we erover praten. Misschien komen we tot een oplossing. Hang die jas even in de kast. En dan kunnen we onder het genot van een drankje even alles op de rij zetten. Hè? Er valt weinig te bespreken. Het enige waar we over kunnen... Ik mag spontaan in een vrouw veranderen als ik hier nog iets van begrijp. Waar is mijn jas? Die heb je net in de kast gehangen. Die heb ik niet in de kast gehangen. Natuurlijk heb je niet in de kast gehangen. Zie je wel, ben je weer wat overstuur. Ik ben niet overstuur en ik ben ook niet gek zoals jij me al te graag wil doen geloven. Niemand beweert dat je gek bent. Kijk maar. Ik
niet zoveel. Straks zie je ook een roze olifant. Ik heb aan jou geen toestemming nodig. Kom, nu moet je gaan rusten. Je bent jezelf niet. Je bent nog te veel gewend aan het leven in die kliniek. In die kliniek was geen leven. Kom, ik zal je naar bed brengen. Waarom wil je met alle geweld in bed hebben? Ben ik niet gewend van je. Ik maak me zorgen om je toestand. Hoe vaak, Arnold, heb ik wel niet gezegd dat je niet op de gastenkamers mag komen? Stiekem een bal pakken, hè? Nee, ik zag graag mevrouw de Buff. Die komt vanavond pas. Nee, die is er al. Wat? En waarom weet ik daar niks van? Wat moet je van de gastontvang is mijn afdeling. Wat loop je dan te ijsberen? Wat moet je van me? Ik kan er echt niks aan doen, Frederica. Waar kun je niks aan doen? Ik ben verliefd. Hij is verliefd? De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Wie is het? Ja, wie het was. Was? Ja, ze bedriegt me. Hoe lang ken je haar al? Nou, Twee jaar? En waarom heb je me nooit iets over haar verteld? 2 weken. 2 weken? En ze bedriegt je nu al? Ze heeft snel door voor een nul je bent. Ja, ze bedriegt me, ja. En nog wel met een andere vrouw. Wat? Dat is de mooiste man die ik ooit gehoord heb. En niet van jou, wie is het? Mevrouw Buff. Stiekem werd. Ja, hoe ik het heb gezien, dat doet er niet toe.
belangrijk is dat ik het heb gezien. Nou, fijn. Dan kan ik weer lekker gaan slapen. Oh, wil je even wakker worden? Oké, ik ben wakker. Heb je al gehoord wat ik heb gezegd? Iets van wijn. Lang. Slapen. Poedertje. Juist. Bedoel je dat daar een slaapmiddel in die fles zit? Ja, of erger. Nee, toch, de schoft. De schoft? Ja, Arnold, ga liever even zitten. Ik moet je niet bekennen. Het zal misschien een schok voor je zijn, maar Agatha is Otto. Otto? Ja, Agatha is geen vrouw. Agatha is Otto en Otto is mijn man. Nee. Ja. Oh, dus je bedoelt dat Agatha... Oh, wat hebben we om die domme Arnold? Dat ik wel te bedenken dat ik jou de warme troost heb. Idioot dat ik ben. Niet mijn kind. Mijn maar. Stel je niet aan, volgende week kun je er hartelijk om lachen. Ja, personeel, ja, de gasten van het hotel. Zou Frederike weten dat Agatha, Otto, dat Otto jouw Agatha... Oh, die wacht al uit slaan ook. Nou, ik denk niet dat Frederike hiervan op de hoogte is. Maar Arnold, het spijt me dat die rotkerel het laat overhalen het spelletje mee te spelen. Maar wat jij gezien hebt, is veel erger. Ja, misschien loop ik wat te hard van stapel, net als bij Agatha. Waarschijnlijk is het onschuldig wat ik gezien heb. Nee, ik ben ervan overtuigd dat Otto me uit de weg wil ruimen. Daar geloof ik helemaal niks van. Hij bedriegt me al, dan was onze trouw. Ik heb het nooit kunnen bewijzen. Maar een vrouw, die voelt dat. Er gebeurden allerlei vreemde dingen. Ik kreeg zenuwaanvallen. En uiteindelijk lukte het hem om mij 6 maanden in de zenuwkliniek op te laten nemen. Ja, maar dat is toch nog geen reden om iemand te vermoorden. Dan kun je ervoor behandeld worden. Ik ben nogal vermogend. Otto is een miserig romanschrijvertje. Hij leeft op grote voet van mijn geld. En ik ga morgen aan de notaris om het testament te laten wijzigen. En op een of andere manier heeft hij lucht gekregen. Hij zag natuurlijk zijn luxe leventje in gevaar komen. Maar waarom zou je dan heel het theater op poten hebben gezet? Nou, dat is me nu wel duidelijk. Agatha de Buff is natuurlijk een niet bestaande naam. En niemand wist dat ik hier was. De politie zou natuurlijk al snel op een dood spoor zitten. En zijn vingerafdrukken dan? Hij heeft het slim gespeeld. Hij droeg steeds handschoenen. Nee, hier vind je van hem geen vingerafdrukken. Ik ben benieuwd wat er in die koffer zit. Iets wat hij dan raakt. En bovendien is het een koffer die je overal kunt kopen. De schurk! Wat zit erin? Gewoon dat de koffer zo zwaar was. Oh, wat zou ik die steen graag zijn hersen kapot willen slaan? We moeten de politie bellen. Poging tot moord. Dat heeft geen zin. Het is zijn woord tegen het onze. En bovendien zou hij het weer op mijn zogenaamde hallucinaties gooien. Dan moeten we zijn spelletje meespelen. Wat bedoel je? Nou, hij wil je dood, dus moet je dood. Wil jij me nu ook al dood hebben? Nee, natuurlijk niet. Heb je paspoort of rijbewijs bij je? Ja, waarom? Nou, als ik je hier dood vind, dan moet ik natuurlijk wel weten wie je bent. Wat ben je van plan? Ik ben niet heel voorzien, maar ik denk te weten wat hij was. Wat dan? Nou, hij weet natuurlijk dat iemand je vroeg of laat dood zal aantreffen. Oh, en hij komt dan als treurende echtgenoot opdagen. Juist, laat hem een koekje aan eigen idee geven. Jij wacht hier op hem, en als hij komt, ligt hij hartstikke dood geweest. En als hij niet komt? Hij komt, dan ben ik zeker. Dat is namelijk onderdeel van zijn plan. Ik vermoed zelfs dat hij nu al thuis op bericht van je dood zit te wachten. En als hij binnen een uur niet verschenen is, zorg ik wel dat hij bericht krijgt. Ik maak het mee op in de hal. En als hij komt, geef ik je een seintje. Hoe ziet die Otto van jou er eigenlijk uit? Jammer, wat een knappe kerel. Wat bedoel je? Niets. Ga jij nu maar oefenen? Ik zorg voor de rest. Oh, van al die opwinding krijg ik dorst. Ja, moet je doen. Heb je nooit meer dorst. Oh jee. Dom van me. Misschien is het beter
als deze even verdwijnt. Hoezo even? Jij moet oefenen, de rest zorg ik voor. Je ligt je dood te wezen, zegt hij, alsof ik iedere dag voor lijk speel. Eens even kijken, dood te vergif. Was dat nou laatst in die film? Thank you.
heb jij een camera bij? Nou, zo'n ding moet meestal gebruiken om foto's mee te maken. Het is nu niet de tijd voor grapjes, Arnold. Waar moet jij foto's van maken? Nou, dat waren jullie. Hoezo moet jij foto's van ons maken? Waarom? Nou, een prachtige herinnering en de mooiste dag uit mijn carrière. Hoezo is dit de mooiste dag uit jouw carrière? Nou, omdat ik binnen 5 minuten de enige eigenaar van dit hotel ben. Verbazel je nou? Waarom denk jij dat ik binnen 5 minuten afstand ga doen van mijn hotel? Nou, dat denk ik niet alleen. Dat weet ik zeker. Hoezo dat? Omdat ik weet dat jullie twee verantwoordelijk zijn van de dood van die arme vrouw. Wat? Zal ik nu maar dat wijntje inschenken? En nu weet ik zeker dat er iets niet in orde is in die bovenkamer van jou. Hoe kan ik nu de dood van mijn vrouw op me geweten hebben? Ik ben hier vandaag voor het eerst in mijn leven. Ik werd gebeld met de mededeling dat mijn vrouw hier op me zat te wachten. Nou, en omdat ze nogal vaak last heeft van zenuwaanvallen, ben ik direct gekomen. Dat ik beschuldigd word, zeg, is het niet al erg genoeg wat er gebeurd is. Oh, meneer de Boef, maak je zich maar geen zorgen van de zijn onbeantwoord liefde voor mevrouw de Buff is er naar het hoofd gestegen. Ik voel me niet goed. Ik ga naar beneden. Mevrouw de Buff, vergeet uw koffer. Een meesterlijke creatie, meneer de Boef. Of wordt u liever met mevrouw de Buff aangesproken? Wat zeg je, Arnold? Wil jij zeggen dat deze meneer in werkelijkheid mevrouw de Buff is? Ach, mens, doe niet zo schijnheilig. Het bewijst helemaal niets dat ik naar die koffer toe liep. Ik dacht dat je de boef zei. Een boef, dat ben je. Maar deze keer zal het jullie niet helpen. Weet jullie wat dit is? Een spiegel? Ja, maar geen gewone spiegel. Vanaf de andere kant kun je namelijk alles zien wat in deze kamer gebeurt. En waarom weet ik daar niks van? Nou, je hebt het laten maken toen jij in het ziekenhuis lag. En dat lampje wat aan de andere kant voorhangt, dat vind ik wel zo mooi. Je bent dus gewoon een ordinaire gluurder. Maar wat je ook gezien mocht hebben, je zult het nooit kunnen bewijzen. Toch interessant wat je alles ziet door zo'n spiegel. Zijn jullie geïnteresseerd? Nee? Nou, dan zal ik jullie vertellen wat de foto's laten zien. Dus even kijken, wat hebben we hier? Mevrouw de Buff met Sonja. Mevrouw de Buff die een poedertje in de wijn doet. En de meneer Otto de Boef die hartstochtelijk vriendelijk en vanzelfde geluk wens met een geslagen moordpoging. Moet ik verder gaan? Lieve zus, dit is overtuigend bewijs dat jij wel degelijk op de hoogte was van deze moord. Zo'n zaak, maar die zaak krijgt de politie zelden. Als je hier even de overdrachtsovereenkomst wilt tekenen. Jouw leed snel.
palmen. Weg die drokjes. Wat heb ik dan voor toekomst? Oh, ik heb wel een baantje voor je. En wat moet ik doen dan? Nou, vuilnisbakken poetsen. Aan de kant van mijn bouwpaal. Welk spel wordt hier eigenlijk gespeeld? Een nieuw spel. Moord in kamer 6. Kom, meid, gaan we de overwinning vieren met champagne. Laten we toch tot uitzien, alleen kunnen we in alle rust een toekomstplan bespreken. Om de champagne wat koud neer te zetten? Ja, een goed idee. Ik kan er wel een draadje gebruiken. Anders ik wel. Ja, er gaat niets boven een goed glas wijn. Arnold van Santen, ik wil je nooit, nooit meer zien. Nou, nog even, jullie zijn voorgoed van mij los. Hoezo dat? Ga je weg dan? En het hotel dan? Nou nee, jullie gaan een heel lange reis maken. En waar gaan wij dan heen, wijsneus? Jullie gaan rotten in de hel. We zijn nog niet dood. Nog niet. Otto, was het trouwens een snelweg gif? Hè? Ja, waarom? Nou, zomaar. Zo, deze heb ik ook nodig. Wat kan jij nou wat je bedoelt? Een fruitig wijntje, hè? Goed concept zo. Zo? Goed.